Is dit een echte Van Gogh? Ja. Probeer me nou een oor aan te naaien. Ik ben vandaag beveiligingsmanager samen met Alexander. Ik denk op een van de vetste plekken waar je dat kan zijn, namelijk het Rijksmuseum. Hey, jij bent beveiligingsmanager. Nou weet je natuurlijk wel wat beveiliging inhoudt, maar wat houdt het in om manager daarvan te zijn? In het Rijksmuseum ben ik verantwoordelijk samen met 8 collega's voor de aansturing van ons hele team. Er zijn 200 medewerkers in totaal. Die 200 medewerkers bestaan uit verschillende functies. We hebben de medewerkers service en veiligheid die op de zaal aanwezig zijn. Daar fungeren als gastheer gastvrouw. We hebben onze senior surveillance medewerkers. Zij zijn echte beveiligers op zaal. Onder andere naast de nachtwachtzaal. Ja, precies. Dat zullen we zo meteen zien. En dan hebben we op een aantal punten hebben we nog profilers staan, waaronder hier in het atrium. En zij zijn gespecialiseerd in het signaleren van afwijkend gedrag. Nou, Lonneke, we gaan nu langs alle posten. En de bedoeling is dat je uiteindelijk bij de nachtwacht komt te staan. Een grote nachtwacht. Een grote nachtwacht. Ga ik beveiligen. En als het mislukt? Dan hebben we het erna wel over. Ben je nou, als je hier rondloopt, altijd op dingen aan het letten? Ja, eigenlijk wel. Je bent continu aan het kijken of je zelf iets ziet. Je bent ook aan het kijken of alle posten bemand zijn. En waar we natuurlijk op letten is of we mensen de afstand respecteren tot de kunst. En waar we natuurlijk op letten is op afwijkend gedrag. Daarbij kun je denken aan zakkenrollers. Stel, jij ziet iemand zakkenrollen, wat doe je dan? Pak je die dan meteen bij zijn jas? Of? Nee, wat we ten eerste altijd zullen doen, we zullen altijd degene aanspreken. Dat we het vermoeden hebben dat. En in het laatste stadium zal dan altijd politie bijgehaald worden. Dus jij, je bent eigenlijk continu bezig met de omgeving en wat mensen hier aan het doen zijn. Maar volgens mij, als ik jou zo een beetje proef, je verhaal, doe je dat altijd op een hele rustige manier. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar dit is hem dan, hè? Dit is hem. De eerste keer dat ik hem zie, ik had hem een stukje groter verwacht. Ja, dat horen we vaker inderdaad. Ja? Ja. Hij is wel heel mooi. Je merkt wel dat je hier, als je als beveiliger rondloopt, je maakt met heel veel mensen oogcontact, ja. Hè? Mensen zijn toch wel een beetje onder de indruk of zo van je. Nou, wat we ook stimuleren is dat mensen ook het gesprek aangaan. En echt het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Ja. En dan nog steeds houden we in ons achterhoofd dat we bezig zijn met beveiliging. Mm-hmm. We houden nog steeds in de gaten of er niets aangeraakt wordt. Het kanon is een van de stukken die het meest wordt aangeraakt. En mag dat ook? Nee. Nee. Nou, Lonneke, laten we eens gaan rondlopen over de zalen. We hebben het een en ander gezien. We hebben gekeken waar we op moeten letten. Even oefenen. Laten we gaan oefenen. Is dit een echte Van Gogh? Ja, dit is een echte, ja. Probeer me nou een oor aan te naaien. Wellicht. Nou, Lonneke. Daar hangt hij. Ik zie hem al hangen, inderdaad. Daar gaan we naartoe. Jij gaat hem beveiligen. De nachtwacht. Giel, jouw aflos is er. Ik mag ook gelijk naar huis. Nou, wat je nu doet is inderdaad of er mensen niet te dicht bij de afscheiding komen. En bijvoorbeeld of mensen interesse hebben voor andere zaken dan de kunst wat hier hangt. Moet houden als beveiliger. Dan kijk ik echt zo. Ken je trouwens de mop van de nachtwacht? Nee. Nee? Maar die is wel leuk. Rembrandt die ligt met zijn vrouw in bed. En die vrouw die heeft er wel zin in, s'avonds. Dan zei Rembrandt, nee, ik denk dat ik even de nachtwacht. Hey, als beveiligersmanager. Ja. Nou, moet je natuurlijk heel goed overzicht kunnen houden. Dat heb ik wel een beetje geleerd. Je moet heel scherp zijn. Moet je nog meer kunnen? Je moet heel snel kunnen schakelen. Daarnaast verwachten wij van onze mensen dat ze ook risico's kunnen inschatten. En het allerbelangrijkste is dat onze mensen gastvrijheid uitstralen. Ja. Ja. De bezoekers moeten zich thuis voelen. Nou, dan vond ik dat ik het deed. Niet echt gelukkig geen calamiteit meegemaakt. Nee, ging hartstikke goed, toch? Nee, ik stond wel echt met de hartslag van 160 graden in de tijd. Maar, Vooral die mop die deed het. Nou, jij hebt wel echt een hele verantwoordelijke baan. Ja. Ik voel het in ieder geval wel. Maar wel een hele mooie omgeving.